iedereen van een sokkel is gevallen toen dat bekend werd dat dat beeld gewoon 74 meter was. Dat is de top, hè. Dat is het Valhalla op dit moment van het discuswerp. 70 meters is a magic line. That's everybody discus thrower's dream to beat. I've tried it, but it's a hard record. He was pretty much the king of the circle. When Jürgen showed up, he said hi to everybody and then he owned the room. 6 juni 1986. Een mirakel achter het ijzeren gordijn. Door de lucht van Neubrandenburg gooit de Oost-Duitser Jürgen Schult een discus 74 meter en 8 centimeter ver. 32 jaar later is die bovenmenselijke worp nog altijd het oudste staande wereldrecord bij de mannen. Jaar zijn we na de worp van Schult en in die 32 jaar landen amper 2 discussen op minder dan een meter van zijn gigantische worp. Is het toeval dat hij zijn record wierp in een piepklein Oost-Duits atletiekstadion? Hoe geeft hij zijn discus een ongelooflijke snelheid van meer dan 90 km per uur? Bestaat er zoiets als specifieke werpkracht of lag het aan zijn bijzondere afwerptechniek? En wat is het mysterie van de zwevende discus? Ik klop aan bij Jo van Dalen, ex-Belgisch recordhouder in het discuswerpen. Vandaag is Jo op discuspensioen, maar in zijn hoogdagen werd hij getraind door de grote Herr Schult. Ja, kijk, ze, dat is mijn baas. Hè. Dat is uw domein. Dat is mijn domein. En hier, ja, een beetje... Schule. Dat is de grote verdet. Dat is de grote man, Herr Schult. Dat is de eerste foto die ik eigenlijk heb van de speler zelf. Hij kan het verste werpen, en maar wie kan het beste drinken? Jij waarschijnlijk. Dat is een Duitser, hè? Ik kan er niet op het Jo, je was Belgische top in het discuswerpen. Hoe ben je dan in contact gekomen met zo'n wereldtopper als Jürgen Schult? Dankzij Wilfried Meert. Wilfried Meert, organisator van Memorial. Ja. Die mij op een gegeven moment zegt, oké, u bent goed in België, u bent top in België. Je bent nummer 25 in de wereld ongeveer. En wat is... Ik zou... Wil je nodig met een topwereld... een discuswerpelijkheid samen trainen. En toen heb ik gezegd, ja, graag. En dus 3 maanden later komt Wilfried terug bij mij en zegt, oké, joh. Ik heb contact gehad met Jürgen Schult en je mag op stage met Jürgen Schult. Voor mij was dat de grote Schult. Dus op een gegeven moment, oké, ik neem de telefoon, ik bel op. Hallo, Schult. En ik zo, oeps, hallo, het is hier met Jo van Dalen, Oost-België. En er was direct, hi Joe, how are you? En direct 2 weken daarna mocht ik al naar Duitsland gaan. 1 week samen getraind. Van 's morgens tot 's avonds laat, gebabbeld over discuswerpen, over trainingsmethodes, noem maar op, over DDR, over het leven. En ik heb 8 jaar samen met hem getraind. En nu nog altijd, als ik hem nu nog zie, dan zegt hij nog altijd tegen mij, Jo, dat was toch een prachtige tijd. Wat mij dus heel hard opvalt, is dat het ongelooflijk hoog gaat in discus. Ja. Eigenlijk hoger dan veel andere worpen. Maar die is gepakt door de wind. En Geel, op het einde, die valt gewoon dood. Dus alle kracht die in die discus zat, is eruit. Die kan geen 10 centimeter verder vliegen. Dat kom je heel zelden tegen, zoiets. Dat was 2 meter en 22 centimeter verder dan het toenmalige wereldrecord, hè, van Dumchev. Dat is wel een serieuze verbetering. Hè? Als je je record met enkele centimeter verbreekt, is al heel wat. Ja. Maar 2 meter, iedereen viel van zijn sokkel. Ja, de begeleiding die was er natuurlijk ook, hè, toen. Ja. Maar ja, er was ook nog wel wat meer aan de hand toen, denk ik.
Heeft hij daar ooit iets over verteld? Over dopingverleden of een dopingsysteem in de DDR? Nee, het enige dat hij daar rechtstreeks naar mij toe over gesproken heeft, was zeker de eerste week toen dat ik bij hem was. Toen ik kwam trainen bij hem. Ja, de eerste week. Toen waren we constant bezig. In iets vragen. Neem je doping? En dat was zo... Wat zegt hij nu? Ik zeg nee, want als je doping neemt, stop het hier. Ja. Dat was het enige moment dat hij naar mij toe iets vroeg. En anderzijds mocht ik van alles vragen, maar ik heb eigenlijk nooit over zo'n... Omdat ik zelf niet vind, doet oneer aan de atleet. Atleet en de persoon Jurgen Schuur. Als je het daar aan ophangt, dan krijg je dat. Ja. Op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul pakt Jurgen Schult goud in het discuswerpen in dat typisch koningsblauwe truitje van de DDR. En hij is lang niet de enige, want in totaal zal zijn land maar liefst 102 medailles veroveren. De DDR, of de Democratische Volksrepubliek Duitsland, wil via de sport het communisme wereldwijd op de kaart zetten. En het bouwt in de jaren 70-80 echt een natie uit van wereldkampioenen. En het is in die context, in die ideologie, dat Jurgen Schult het toptalent zal opgroeien. Magnifico lanzamento de Schult. Por encima, este puede ser un lanzamento de medalla de oro. Ja, ik denk dat als er zo'n mannetjes toekwamen op een wedstrijd, dat iedereen wist van oei, de DDR-atleten zijn daar. Winnen is normaal in feite. Tweede plaats is de eerste verliezer. Dat was eigenlijk de filosofie van de Blauwe Brigade. Topsport in de DDR in de jaren 80 was eigenlijk een zeer goed uitgekiend programma. Met, de uitwassen kent iedereen. Maar de kern van het programma was in feite dat je kinderen... jonge sporters, eigenlijk al op een vrij jonge leeftijd, probeert te oriënteren naar een sport waarin dat zij wel een zekere aanleg voor hebben, van nature. Dan is er ook topsportschool, een sportschool. Waar ze nu bij ons sinds een jaar of 10, 15 spreken over topsportschool. Toen hadden ze dat in de jaren 80, hadden ze dat in DDR. En toen is je daar zo als jong mannetje begonnen in die scholen en is je zo opgegroeid. And they pretty much produced elite athletes, and in this case, Jurgen was one of those athletes, and was pretty much like a East German machine, throwing the discus technically really well, with a lot of biomechanical analysis and very well trained. Ik heb altijd zo het gevoel als we spreken over topsport in de DDR, spreken ze meestal of denken ze direct aan het medische. Maar het is niet alleen door atleten te doperen dat er toen een aantal mogelijk dubieuze prestaties zijn neergezet. Doping alleen zonder zo'n programma zou ook niet werken. Er moet nog altijd getraind worden op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Toen hij zijn wereldrecord gooide of dat hij Olympisch kampioen werd, dan kreeg hij een telefoonaansluiting. En dan kreeg hij ook een upgrade van zijn auto. Je kreeg een Lada Sport. De modalen die er burgen, ja, die waren niet rijk. Hè. En sport was een van de middelen om eigenlijk een beetje omhoog te klimmen op die sociale ladder. Een eigen wagen, een eigen appartement. Dat een beetje in orde stond. Dat was toen voor veel collega's, burgers, toen helemaal niet evident. En ze hadden ook het voordeel dat ze op regelmatig tijdstip eens naar het westen konden. Wat dat andere mensen niet konden. I was jealous. Because it was so... damn good. And I felt like an amateur myself. I'm actually proud of it. I beat him once. That was actually in East German. And I brag about that when I can. In 1986, 2 jaar voor de Spelen van Seoul, vinden de EK-kwalificaties voor de DDR plaats in het Jaanstadion van Neubrandenburg. Een zege voor Komingmijn Jurgen Schult. Want in dit piepkleine stadion, zo zeggen de DDR-werpers, hangt eine tolle discusluft. Er zijn altijd wel stadions dat je zegt van er zijn er altijd wel goede omstandigheden. Hoofdzakelijk wind, een goede ring, de ring die in de juiste richting ligt. Dat zijn de belangrijke zaken. Dus automatisch als je er naartoe gaat, weet al van dit zal wel goed gaan. Maar ik denk dus dat Neubrandenburg heeft dat een soort mentale positief boost ook.
op vertrouwde grond, wat niet onbelangrijk is. Waarschijnlijk ook in zeer goede accommodaties, een zeer goede werpcirkel. En vooral een stadion dat de optimale tegenwind vlot kan binnenlaten. Ik denk dat dat een cruciale factor is. Als je het puur wetenschappelijk bekijkt. He. Daarnaast kun je het nog hebben over eventueel gezelligheid, afgestemd op wat een atleet nodig heeft. De werpers zijn meestal niet de keiharde vijanden van elkaar in de werpcirkel. Je ziet dat ook op wedstrijden. Dat zijn, er is kameraadschap, ze kennen elkaar, ze respecteren elkaar. But he just likes to throw them because he wants to throw far in front of his home crowd. Dit is een lijst met de 10 beste discusworpen aller tijden en waar ze geworpen zijn. Coverloopsis, Kaunas, Kohila, Zombatlehi, Hengelo, Moskou, Salinas, nog eens Salinas, Helsingborg, Kaunas en Neubrandenburg. Wat opvalt, op Moskou na zijn al die beste worpen gedaan in relatief kleine stadions, in kleine steden en dus niet in grote stadions van een WK of van de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dus het ziet er ook naar uit dat onze nationale discustrots, Filip Milanov, zijn Belgisch record niet zal breken in het Olympische Stadion in Tokio, maar eerder in pakweg Herentals bijvoorbeeld. Die kleine stadions hebben meestal veel lagere tribunes, dus die wind kan er veel meer vrij gaan spelen. Een heel goede wind bij ons, bij de discuswerpen, is eigenlijk dat de wind voor rechtshandigen voor rechts. Vandaar moet die afkomstig zijn. Dan kun je zeggen, dan wordt een discus eigenlijk meer gedreven op de wind. Zoals dat een vliegtuig opstijgt in de luchthaven, tegen de wind in. Is dat juist hetzelfde verhaal van een discus? Winnaar vandaag, Filip Milanov, 62,95 meter. Een atletiek stadion dat de wind doorlaat, dat is het Jaanstadion. En het is de wind van Neubrandenburg die een cruciale rol zal spelen in het wereldrecord van Schult. Het Jaanstadion wordt helemaal stil wanneer Jurgen Schult die werpcirkel betreedt. En in die cirkel, van amper 2,5 meter diameter, moet het allemaal gebeuren. En om die 2,5 meter zo optimaal mogelijk te benutten, zal Jurgen Schult geen gewone, maar wel een dubbele aanloop maken. Eerst een voorwaartse aanloop van de achterkant van de cirkel naar de voorkant. En tegelijkertijd een geroteerde aanloop. Hij zal 360 graden rond zijn lengteas draaien. En alleen door die dubbele aanloop zal hij die discus voldoende snelheid kunnen geven nog voor de eigenlijke afloop. Die complexe aanloop is niet van alle tijden. A throw of 137 feet. That was an unusually long throw. De oude Grieken wierpen vanuit stand in hun klassieke vijfkamp en het duurt tot het begin van vorige eeuw vooraleer de discusaanloop op die van vandaag begint te lijken. De Fin Armas Taipale pakt op de Spelen van 1912 goud met een sierlijke draai. Eén kleine draai voor hem, maar een grootse omwenteling voor de discuswereld. Maar we kunnen ons dat niet meer voorstellen. Ik weet dat ze nog geprobeerd hebben ook om nog andere technieken te proberen, van twee keer draaien, noem maar op. Maar het bleek dat de techniek dat ze nu hanteren, dat eigenlijk de best mogelijke oplossing is. Door te draaien bouw je rotatiesnelheid op. En die heb je nodig om de discus uiteindelijk aan onze hoog mogelijke snelheid los te laten. Professor Mathieu Lenoir van de Universiteit van Gent heeft een test in elkaar gestoken om mij het grote succes van dat draaien en keren te bewijzen. Het is eigenlijk een vrij kunstmatige beweging. Het is totaal onnatuurlijk. Hè? Je vraagt je af hoe komt iemand daarop om op die manier rotatiesnelheid te gaan opbouwen. Het is een zeer effectieve, maar het is motorisch niet eenvoudig uit te voeren. Goed Maarten, we gaan starten met de standworp. Okay. Dus u mag de spreidstand aannemen, uw linkerhiel tegen de witte lijn. En dan mag je met de discus wat aanzwaaien, nog niet gooien, want ik sta nog in de gevaarzone. Voilà, oké. Okay. Voilà. En als je voelt van goed, dit is het moment, mag je proberen
een worp uit te voeren. Ik ben de Rus Martinov. Oké, Maarten. Goed, we gaan dat eventjes opmeten. De ochtend al fraai, hè? Ja. 75,3. Je leest af op de inches, denk ik. Nee, dat is het wereldrecord. Maar goed, het was 14 meter 15. Oké. We gaan nu proberen van voordat je die afworp gaat doen, van daar wat basisrotatie aan toe te voegen. Daarvoor start je achteraan in de ring, met je linkervoet voor. Mm-hmm. Ja. Je gaat je discus naar achter brengen. Ja, en gaat een pas rechts, links en dan ga je weer afgooien. Zoals en moet je niet zo dicht mogelijk hier proberen uit te komen? Ja. Oké, okay, die gaan we meten. 19 meter 7. 19 meter en 7. Mooi, mooi, mooi. Dat is 5 meter verder dan daarnet. Voilà. Dus het werkt nog voorlopig. Het werkt, inderdaad. Dus bij de volgende techniek ga je niet meer starten met je gezicht in de werprichting, maar met je rug naar de werprichting. Dan ga je eerst de rotatie maken over je linkerschouder. In het midden landen met rechts, links plaatsen en dan pas. Dit is de echte discus. Voilà, op deze manier is het wereldrecord gegooid. Ja, mooi, mooi. Dat zou het verste moeten zijn. 19 meter 48. Oh, voilà. De winst is kleiner, maar je hebt nog altijd een stukje winst gemaakt. Oké, oké. We gaan eens proberen nog een extra rotatie aan die voorbereidende beweging toe te voegen. Oké, de snelheid zal misschien toenemen, maar de controle... En de vraag is natuurlijk, kan uw motoriek dan nog aan? Bij de meeste mensen is het antwoord nee. Want het wordt gewoon veel te ingewikkeld. Gaat nooit lukken. Ah ja, oké. Okay. Ja, valt nog mee? Ja, het valt nog mee. 18 meter 19. Voilà. Minder. Zeker niet slecht, maar dergelijke complexe techniek. Nee. Ja, het is heel vreemd. Het is heel vreemd om te weten wanneer ben ik waar. Op competitie, als het echt om de cijfers gaat van afstanden gooien, wordt dat niet gedaan om die reden. Het is gewoon niet te moeilijk te controleren. Controle en zoveel beginsnelheid, dat werkt gewoon. Ja, en ook die controle is belangrijk natuurlijk. Ja, ja, klopt. Het is zelfs zo dat ze vroeger nog probeerd hebben voor tijdens het speerwerpen ook met een rotatietechniek te gooien. En dat leverde effectief ook enorme afstanden op. Maar goed, met een speer, dat is levensgevaarlijk. Zeker omdat je met die techniek eigenlijk geen goede speerwerper moest zijn om 100 meter ver te gooien. Hè? Puur omdat je die rotatiesnelheid gaat gebruiken. Dat is dan ook reglementair afgeschaft en zo gebleven. Hè? In de IAAF-reglementen zie je nu staan dat je geen rotatietechniek mag gebruiken bij het speerwerpen. Professor, het experiment zit erop. Wat zeg je de resultaat? Laten we eens beginnen bij de standworp. Mm-hmm. Daar zie je, je hebt 14 meter 15 gegooid. Je hebt dat gerealiseerd met een vertreksnelheid van die discus van ongeveer 11 meter per seconde. Mm-hmm. Dan hebben we een 360 graden rotatie eraan toegevoegd. Ja. We hebben gezien dat die rotatie u in staat gesteld heeft van uw afwerpsnelheid naar 14 meter per seconde op te drijven. En dat heeft geresulteerd in een worp van 19 meter. Dan zijn we een stapje verder gegaan naar de techniek zoals het discuswerpen zit in competitie toepassen. De gebruikelijke techniek. Met de rug naar de werprichting starten. Daar heb je een klein beetje verder gegooid nog, 19 meter 48. En dan ons vreemdste experiment wanneer ik drie keer moest draaien. Hè? Voilà, dan hebben we inderdaad 900 graden gedraaid en dan pas afgeworpen. En dan zie je een terugval in je afwerpsnelheid. Dan ga je onder de 13 meter per seconde. En ook je werpafstand is teruggedaald. Dus daar zat je blijkbaar al aan de verkeerde kant van de balans. Van de balans. Tussen controle en snelheid. Oké, okay, er staat nog een flink grote balk naast al die kleine blauwe balkjes. Dat is de fameuze balk van Jürgen Schult. Hij zat met een vertreksnelheid van die discus van bijna 27 meter per seconde. Bijna twee keer zo snel dan mijn... En ja, goed, het verschil in afstand, dat ken je natuurlijk. Hè. Dus nog een goede 50 meter te gaan. En ik slaag er niet eens in om er met 20 meter ver te gaan. Maar goed, Maarten, Jürgen heeft toch een zeer lange carrière op zitten om om toch een beetje beter te laten voelen. Wij hebben de namiddag daar een beetje op gewerkt. En je ziet zo wel dat die verschillen eruit komen. Het is gigantisch hoe ver het is, hè, dat hij gegooid heeft, als je dat zo ziet.
Enkel met één snelle draai kan Schulte de discus dus genoeg snelheid en controle geven voor een maximale worp. Maar ook de vorm van die discusbaan is belangrijk. Want hoe langer het traject van de discus tijdens de draai, hoe hoger de afwerpsnelheid zal liggen. Tijdens dat traject oefen je kracht uit op die discus. En eigenlijk is pure fysica. De kunst van een voorwerp ver te gooien is van gedurende zo lang mogelijke tijd, dus lees over een zo lang mogelijke baan, daar kracht en versnelling op uit te oefenen. En dan krijg je de hoogst mogelijke afwerpsnelheid. En de moeilijkheid ervan is, als je wilt echt doorgooien, als je wilt meer explosief zijn, als je wilt rapper gooien, dat je alles iets korter gaat maken, zoals een ballerina, een ijsschaatser, als je bent rap vlugger te draaien, dan gaat hij hem kleiner maken. Bij ons is juist omgekeerd, je moet lang blijven en toch versnellen. Dat is een van de grootste moeilijkheden dat er zijn. Je hebt hier dus twee windmolens, eentje met lange wieken en eentje met korte wieken. Stel dat beide molens even snel draaien, dan zal een punt op het uiteinde van de lange wiek een grotere afstand afleggen dan een punt op het einde van de korte wiek. Omdat dit punt een langere afstand zal afleggen, zal het ook een hogere snelheid ontwikkelen dan het punt op het uiteinde van de korte wieken. Een langere afstand afleggen aan een hogere snelheid, daar gaat het eigenlijk allemaal om in discuswerpen. Dus als je een topdiscuswerper wil zijn, dan kan je niet voorbij één natuurlijk, cruciaal aangeboren talent. En dat zijn lange wieken. In het Zweedse Växjö traint een van de beste discuswerpers van dit moment, de Zweed Daniel Stoll. En ik mag van zijn trainer Vestijn Hofsteinsson een training bijwonen. Vanaf mijn eerste indruk van deze gigant is er één ding waar ik niet omheen kan. Hi. Hey. Hey, Daniel. How are you? I'm great. How are you? Fine, really fine. This might be a little bit inconvenient maybe, because we're not that good friends so far, but could you open your arms for me, please? Yes, why not? It's huge. Yeah? How much is it from your left to your right? 220. 220. Yeah. For me it's 182. I think. Good enough. When did you know you were born with the perfect body to be or to become a discus thrower? Well, my mom was a former discus thrower, my father was a hammer thrower, so I think I have the genes from them. Can you imagine how it would be to be a discus thrower without these arms from that length? I think if you have wider arms, longer arms, you throw further. So I'm really happy about that. Yeah, I can imagine. Dit is hoe Daniel Stoll werpt met die enorme armen van hem. Wilket monsterkast! Vorig jaar was hij de eerste atleet in 5 jaar tijd die de mythische 70 meter grens overschreed met deze fabuleuze worp van 71,29 meter. Dus professor, ja, lange armen hebben, dat is een heel groot voordeel bij discuswerp. Ja, dat klopt. De formule voor de afwerpsnelheid is gewoon de straal van uw rotatiebeweging maal de hoeksnelheid. Dus ja, en de straal is de helft van de spanwijdte. En de dus hoe groter is de helft dat van is, hoe groter voilà. Die snelheid is natuurlijk. Voilà. Dus daarom hebben mannen als Alekna en Staal bijvoorbeeld, voilà. Dat is 2,20 meter, zelfs meer dan 2,20 meter spanwijdte. Ja, klopt, dat is gigantisch. Klopt. Dat is een ongelooflijk voordeel en dat zie je ook als de medailles verdeeld moeten worden natuurlijk. Jurgen Schulte, de wereldrecordhouder, die had maar een spanwijdte van 2,04 meter, dat is altijd veel meer dan die van mij bijvoorbeeld. Ja. Maar kan het dan ergens ook een nadeel zijn om een te grote spanwijdte te hebben? Stel dat uw armen nog 15 centimeter langer zouden zijn, dan is het absoluut niet zeker, waarschijnlijk zelfs niet mogelijk, dat je ze nog met diezelfde snelheid zou kunnen bewegen. Want de langere arm wordt ook wel maar zwaarder. Het is minder evident van die arm even snel te gaan bewegen. Je wordt wat lomper natuurlijk. Ja. Maar op basis van de metingen die we vandaag gedaan hebben, kunnen we dat snel eventjes uittesten bij jou. Dus uw spanwijdte gedeeld door 2 is 91 centimeter, dat is onze straal. Ja. Dan krijg je plots met een langere, 9 centimeter langere arm, dus we maken uw arm 9 centimeter langer, dan ga je zien dat we in plaats van rond de 20 meter, dat je plots... Bijna 24 meter gaat gooien, gewoon maar door die arm een paar centimeter langer te maken. Wanneer de linkervoet van Jurgen Schulte de grond raakt aan de rand van de werpcirkel en hij dus met zijn 2 voeten op de grond staat, dan kan de eigenlijke afworp beginnen. De snelheid van de discus die moet nu van 10 meter per seconde naar 25 meter per seconde worden gebracht of van 36 km per uur naar een onwaarschijnlijke 90 km per uur. En dan volgt er een gigantische explosie van oerkracht die amper een vijfde van een seconde duurt.
Dit is het moment waarop Schultz zijn afworp begint. Zijn heupen staan nu het verst ingedraaid en komen dus eerst. Pas daarna volgen de schouders. En die staan ook nog eens naar voren gedraaid ten opzichte van de werparm, die als laatste komt. Een verwrongen, opgespannen houding die hem zometeen bij de ontlading extra elastische kracht zal geven voor een nog verdere worp. In grote termen kun je zeggen van je hebt je bekken en je hebt je schouders. En die moeten altijd kruis over elkaar staan. En dat kun je enkel maar creëren door rapper te zijn met je benen, hè, dan met je bovenlichaam. Dus je moet je bovenlichaam moet relaxed zijn en moet je met je benen die vervringing creëren zodat dat je vervringing tussen je bekken en je schouders krijgt. The pre-tension comes from the start when you go back and then you hold it like this all the way and just use the legs when you throw. So when you land with the left leg in the end, you have to push with the right leg as long as you can, so you make the hip forward in the release, and then the arm comes. Bij hem zie je heel duidelijk dat de beweging begint vanuit het onderlichaam, hè. De rechtervoet die heel mooi indraait, de knie die volgt, romp volgt en helemaal op het einde volgt pas de arm. Dus dat is technisch benaderd dat zeker de perfectie. Een discustechniek is voor 85% komt hij uit de benen. En die zorgt ervoor dat hij vervringen krijgt. Dat elastische, het opspannen van die elastiek van je lichaam. Zonder dat kun je nooit die 35 meter per seconde halen. You have to be very flexible and soft in the body, but also pretty strong and explosive. So it's a great mixture. Discuswerpers zijn lenige, explosieve krachtpatsers. En het is die explosieve kracht die tijdens de afworp het grote verschil zal maken. Vestijn Hafsteinsson laat zijn pupil daarom een krachtprogramma afwerken dat niet zou misstaan bij een powerlifter. Oké, mijn arm, ja. Ja, wist je, geen probleem. Daniel, what does your name actually mean in Swedish? It's staal, but what does it mean in Swedish? Steel. It's steel. Iron. Stone. Yeah. It suits you perfectly, actually. Oh yeah. They started to call him more the steel man. The steel man. Stålmannen. Yeah. Daniel is doing a lot of lifting, but why is that lifting so important for a discus throw? Well, even though the discus is only 2 kilos. Yeah. It's not that heavy. No. The speed that you have to create to throw this implement is unbelievable. Yeah. And if you are that tall and with those long arms and you have this capacity of being extremely strong as well, you throw further. The best example is my older brother that was an unbelievably good decathlete as a discus thrower. He even had a world record in the discus as a decathlete and he threw 54-55 meters. Daniel throws 15-20 meters further than him on a regular basis just because of the power. Of the power and of the max strength. He could also become world record holder in powerlifting, I think, isn't it? Yeah, in the classic deadlift, he can actually break the world record. So he's as strong as some of those powerlifters. Om specifiek de spieren te trainen die discuswerpers nodig hebben, gebruikt Vestijn geen halters, maar deze rode bol aan een ketting. Hey bro. So what Daniel is doing right now is the specific strength training in discus throwing. Yeah, and we use special strength only in the circle. We don't do any turns or specific strength in the weight room like a lot of other people. Huh? I want to spend all the energy on throwing and then throwing heavy implements. And instead of throwing heavy discus, we throw what we this tool is called Denfi tool, Jürgen Schultz Denfi tool. Yeah, what makes the tool so special? Because it's elastic and it's a chain. It brings out the arm and prolongs the arm. And because of that, the long range of motion gets very good in the throw. And you actually throw this technically better than the discus. Okay, that's why. And it's really named after the world record holder, Jürgen Schultz. Yeah, and that's kind of a funny story because they just got this name to use, to sell it. The company that produced it. And then Jürgen asked me how it worked.
but I thought he had had made it with them. You had to give your name. Yeah, so actually I told Jürgen how this works, and I think it works really well. Could I try it to improve my technique? Yeah, you can. Can I try? Yeah. Okay. Very good. Because you tried to pull on it, but you couldn't. Yeah. So it takes you around. Yeah. In the right moment, and you get as long range of movement as possible. Yeah. And that is what you need to do with the discus as well. Yeah. Al die explosieve kracht geeft Schult tijdens de afworp in een fractie van een seconde aan een discus van amper 2 kilogram. Het resultaat is een kanonschot. Discuswerpen is ook een beetje zoals wat er gebeurt als je met je fiets tegen een boordsteen rijdt. Je fiets blijft staan en jij vliegt vooruit. Dat is net hetzelfde. Je bouwt energie op tijdens die rotatie, maar op het einde moet je zelf je lichaam stoppen, zodat alle energie op de discus kan overgaan. Een discuswerper kan nu nog kiezen tussen twee afwerptechnieken. De standafworp, links in beeld, of de sprongafworp, rechts in beeld. Bij de standafworp houdt de werper zijn linkervoet op de grond en blokkeert hij de rotatiesnelheid van zijn hele lichaam. Bij de sprongafworp springt de werper met beide voeten van de grond en draait de rotatiesnelheid zijn lichaam verder door de lucht. Jürgen Schult was using the reverse technique or jumping technique to throw his world record. Is that the technique to throw a world record? I think there's a bigger possibility with the reverse. Because discus throwing is pretty much all about release speed. How fast can it be at the end of the throw, at the moment of release? And my opinion is that if a big guy like Daniel can throw with the reverse, and he's fast enough, then I think that's the technique you have a bigger possibility to throw really, really, really far. Yeah. But the other technique can be a little bit more stable. The non-reverse blocking technique can be more stable in championships because you stay on the ground and you don't do the jump. And because of that, I would say it's more stable non-reverse, but more capacity with reverse. Regelmaat op de grote kampioenschappen. Daar was het de DDR om te doen. En dus legden de DDR-trainers één techniek op aan al hun werpers. De standafworp. Maar dan gaat Schult op reis naar het westen. In de winter van 85 naar 86 gaat hij op stage naar Cuba. En de trainingen verliepen niet goed. En Jürgen dacht bij zijn ei, zonder zijn trainer daarover te informeren, dacht, ik kan dat een keer proberen met sprongafworp. En Jürgen doet dat en wat gebeurt er? Hij gooit een paar meter verder. Hij zegt tegen zijn trainer, zie je dit? Ik heb het toch al altijd gedacht dat die sprongenworp beter is. Die trainer een klein beetje, de Oost-Duits systeem, een beetje, hè? Maar ik kon niet veel zeggen, want Jürgen gooide verder. Oké, ze komen terug van Cuba. Jürgen blijft met een sprongenworp afgooien. Doet de kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Gooit het wereldrecord met sprongenworp. Enkele maanden later... Of een maand later zijn het Europese kampioenschappen. Jürgen is natuurlijk topfavoriet. Hij heeft net het wereldrecord gegooid. Maar sprongenworp heeft zijn risico's. En daar loopt het heel verkeerd af. En wordt er pas zesde of zevende met 64 meter. Oké, Jürgen onthoogelt. Iedereen onthoogelt. De trainer onthoogelt. Maar Jürgen komt terug thuis in DDR. Wordt op het matje geroepen bij de hoofdtrainer. En daar werd beslist. Kijk Jürgen, u kan kiezen. Ofwel... Gooi het vanaf nu terug met uw oude techniek of waar stop je? Het verhaal van Schult's wereldrecord toont des te meer hoe een kleine technische finesse een wereld van verschil kan maken. Lila, ta vi halva nästa upp på hyllan och det va? Oké. We are going by like a biomechanical analysis we got from the World Championships. Yeah. And there are a couple of things that we can do in the throw to improve his release speed. And I think his technique in 2018-2019 is gonna improve, and in 2020 he's probably gonna throw the furthest throw he is ever gonna throw. Hopefully that's gonna be 75 meters. Yeah, and that will be a world record. Yeah. And how many throws is he doing every year for that improvement? For the last 6 years he's been training with me, he's doing on an average 10,000 throws a year. That's a lot.
Some people think it's a lot. I think it's not very much because he's a full-time discus thrower. And to throw 50 throws in the net here takes like 45 to 60 minutes. And regular people work 8 hours a day. Okay. Geen probleem. De techniek van discuswerpen is complex, dus je kunt er niet omheen. Herhaling is het eerste sleutelwoord als het gaat om hoe word ik een discuswerper. En die herhaling van die motoriek is cruciaal. Bro, look at it. You need this. And when you have done this for those years that Daniel has done now, then you start to push the button. And then he just throws 40 throws in a row, maybe on 68 meters in practice, and they all land on the same turf. Then the coach is very happy. Because then you have produced like a throwing machine that just throws and throws and throws and throws and throws always far, always far, always far. And then you come to the Olympic Games, and you've been there so often, and you've done it so often, and also under pressure, you don't need to think, no. You just throw. You throw. Jürgen heeft duizenden worpen gedaan. Op zijn 40 jaar is hij dan gestopt tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Die techniek die zit vast, die zit erin gebakken. En toen dat hij 50 jaar was en niet meer actief bezig was en je nam een discus vast, dat was nog altijd op dezelfde manier. Jürgen Schult heeft losgelaten en al zijn kracht en snelheid heeft hij overgedragen op de discus. En dan kan hij eigenlijk alleen nog maar hopen op een goede vlucht. Want zo'n discus, dat is niet zomaar een voorwerp. Dit is echt een aerodynamisch wonder. Eens dat je die discus hebt losgelaten, kun je buiten een luide kreet, zoals dat veel gebeurt, niks meer doen. Het lot van die discus ligt in de handen van de fysica van de paraboolbaan en van de wind. Die fysica van de paraboolbaan stelt dat een voorwerp de verste baan beschrijft als het onder een hoek van 45 graden wordt afgeworpen. Maar voor een aerodynamische schijf die door de lucht kan zweven, ligt de ideale afwerphoek lager. Wat maakt een discus, zoals deze Jürgen Schult Skymaster, nu zo aerodynamisch? Het antwoord op die vraag zit van binnen. Nou. Dus hier draait het eigenlijk allemaal om de rand of de rim van de discus. En die weegt maar liefst 1,5 kilogram. Dat is 75% van het totale gewicht van die Jürgen Schult Skymaster. En dat heeft allemaal te maken met één ding: het spinnen van de discus. Dus de discus kan maar profiteren van de aerodynamica als die voldoende blijft spinnen en daardoor stabiel in de lucht blijft. En dat voldoende blijven spinnen gaat iets makkelijker als er meer gewicht in de buitenkant zit. Moest het allemaal centraal zitten, krijg je een heel onstabiel gegeven. The best example of that is 2007, when Gert Kanter won the World Championships. Rutger Smith had the fastest speed of release, but Gert Kanter beat him with 2.5 meters. So how can we explain that? Spin of the discus. Een discus die dus snel rond zijn lengteas draait, is aerodynamischer en vliegt verder dan een discus die traag rond zijn lengteas draait. Elk draaiend voorwerp, ook een discus, zal uiteindelijk stilvallen. Maar als de massa van dat voorwerp in de rand zit, zal dat minder snel gebeuren. Daarom is bij een discus de rand het zwaarst. Je ziet ook, dit is een oude discus van mij. Ja. Op grote kampioenschappen gooien ze altijd met nieuwe discus. Dat is altijd nadelig, omdat dat allemaal heel mooi en proper en zo is. En dan is het heel moeilijk om het gevoel, dan verlies je daar een klein beetje grip op. Het gebeurt dus echt dat ze tijdens de kampioenschap dan ze een veiltje of andere gereedschap mee hebben, dat in hun hand past, om toch maar die rand een klein beetje ruwer te maken om beter grip te hebben op de ring, op je hand. De discus van Schult kan vertrekken voor een stabiele vlucht. Hoe lang die vlucht precies wordt, hangt nog af van één belangrijke factor: de aanvalshoek van de discus.
In de windtunnel van Flanders Bike Valley legt ingenieur Harm Ubbens me uit hoe dat komt. Harm, waarom is de aanvalshoek van de discus zo belangrijk? Een discus die beweegt door de lucht ongeveer hetzelfde als een vliegtuigvleugel. Dus onder een bepaalde aanvalshoek zal een discus ook lift genereren, dus een opwaartse kracht. En deze opwaartse kracht zorgt ervoor dat de discus verder kan vliegen. Ja, dus de weerstand van de lucht is eigenlijk helemaal geen nadeel dan? Nou, een discus die heeft natuurlijk wel weerstand en die wordt ook tegengehouden door de lucht. Maar door het principe dat deze ook lift genereert, kan de discus dus verder vliegen dan een ander object wat door de lucht geslingerd wordt. Het lijkt misschien op een kunstwerk in het MoMA, maar met deze ingenieuze constructie kunnen we achterhalen hoe de aanvalshoek de lengte van de discusvlucht bepaalt. In de horizontale stand ondervindt de discus zo goed als geen liftkracht. Maar dan plaatst Harm de discus in een aanvalshoek van 35 graden. Oké, Maarten. Dus ik zet nu de wind op. Ja, je ziet het, die cijfertjes zijn echt flink de hoogte aan het inschieten. Ja. Meer dan 200 zelfs op dit moment. Klopt. Dus het werkt, hè, als je dit ziet nu. Inderdaad, we zien een enorme toename van de liftkracht op de discus. Komt het nu dat die discus zo hard stijgt? Ik denk dat het handiger is als ik je dat laat zien in de windtunnel bij de discus. Oké. Als u naar de discus kijkt, dan komt de luchtstroom zo over de discus heen. En omdat er een aanvalshoek is, moet de luchtstroom over de discus heen en onder de discus door. Mm-hmm. De deeltjes die over de discus heen gaan, die moeten een langere weg afleggen dan de deeltjes die onder de discus doorgaan. Waardoor de snelheid over de discus heen hoger is dan onder de discus. Doordat het hier sneller gaat, is de druk lager. En hier gaat de luchtstroom langzamer en is de druk hoger. En daarom, de hoge druk zorgt ervoor dat de discus naar boven wordt geduwd naar het lage drukgebied. En dat is dus de liftkracht die we zien op de discus. Oké. En ik hou de rook in de wind. En dan ga je zien dat de rook heel mooi over de discus heen beweegt. Ja. En je ziet dat de luchtstroom over de discus sneller beweegt dan onder, onder de discus. En dat zorgt er dus voor, dat drukverschil zorgt ervoor dat de discus omhoog gelift wordt. Kunnen zeggen, Harm, leed de discus dan zo stijl, dan is de druk misschien nog hoger van onderuit. Nou, er is wel een optimale hoek van de discus. Op een duur, als de discus een te grote aanvalshoek heeft, dan gaat de lucht hier loslaten. En dan krijg je heel veel turbulentie achter de discus, dus in het zog. En dat zorgt ervoor dat de weerstand van de discus stukken groter wordt en de lift eigenlijk afneemt. Zoiets? Ja, dat is mooi. Oké. Dus we gaan er weer rook overheen laten gaan. En wat je nu ziet, is dat de luchtstroom dus loslaat over de discus heen. Dus je ziet het hier goed, hè? De wind blijft hier boven en hier krijg je dan helemaal geen duwkracht meer. Klopt, ja. Dus de luchtstroom laat hier los. En daardoor wordt er heel veel turbulentie gegenereerd hier boven de discus. En die zorgt er eigenlijk voor dat er een zuigkracht naar achteren komt van de discus. En dat zorgt ervoor dat de weerstand enorm veel hoger wordt en de liftkracht dus daalt. Het is zo goed als zeker dat Schult in Neubrandenburg zijn discus met de optimale aanvalshoek moet gegooid hebben. En dan had hij nog één gigantische troef. In functie van de wind, vooral de tegenwind, ga je discus meer of minder kantelen op het moment dat je die gaat afgooien. Dat gaat over heel subtiele verschillen. Een paar graden meer of min, maar kan wel heel veel verschil opleveren in werpafstand. Ik ben er zeker van dat de wind van Neubrandenburg voor een groot stuk een deel is van het weerdecor. Als dat niet zo geweest had hij een paar meter minder gooit, ging het nog altijd een hele goede worp geweest zijn. Maar niet het weerdecor, niet die 74 meter. Ja, opvallend, Harm. Bij het wereldrecord van Jurgen Schult was er nog veel meer wind, hè? Zelfs tegenwind. Ja, inderdaad. Als de tegenwind op de discus komt, dan wordt de liftkracht eigenlijk alleen maar groter, omdat er meer wind tegen de discus aankomt. En het verschil tussen de liftkracht en de weerstand wordt daardoor nog optimaler. En daardoor kan de discus verder vliegen. Dus je hebt eigenlijk tegenwind nodig om een wereldrecord te kunnen gooien? Dat zou het meest optimale geval zijn, ja. Topprestaties lever je op het moment dat alles meezit, dat je een goede dag hebt, maar je hebt ook nog die goede
seconde eigenlijk nodig. Hè. Het duurt maar anderhalve seconde. En binnen die anderhalve seconde moet je zodanig veel zaken op de goede plek laten vallen. En dat is hem bij die worp gelukt. Dat is een unicum. My friend came to me once and he asked me, we must be idiots. Okay, well, why? I am only happy with 3 meets in my career. What about you? Then I started to think about it. But we are talking here about Bob Beamon hitting 890. We are talking about 958 Usain Bolt. We are talking about Sotomayor 245. We are talking about something tremendous. This doesn't happen every day. Jürgen Schult hit it and he threw 74. De 74-08 van Schult werd gevestigd in een erg omstreden hoofdstuk uit de sportgeschiedenis. Om die reden kwam de Europese Atletiek Federatie vorig jaar met het radicale plan om alle wereldrecords van voor 2005 te schrappen. En daar zal al zeker één iemand niet trouwig om zijn. Good evening, Mr. Van Gramberen. Jo van Dalen asked me some time ago if I received a mail from a Belgian journalist. Yes, I did. But I decided not to answer this mail. I made many years ago a decision not to talk about my world record anymore. My experiences in 30 years are too bad. Have a nice evening. Jürgen Schult. Wat een drama toch eigenlijk. Hè? Een van de beste discuswerpers aller tijden ziet zich eigenlijk al 30 jaar lang te schamen voor zijn eigen onklopbare wereldrecord. Dat is een soort druk van dat wereldrecord. En iedere keer als ze hem zien, uw wereldrecord. En op het moment dat ze zijn wereldrecord gaan breken, had hij even droevig zijn, denk ik. Van, hè? Maar ergens gaat hij blij zijn dat hij er vanaf is. Ja, this record is pretty big in my life. And I have very much respect for it. And I would love to see somebody break it. The world record is really special. It has been too long. Sorry, Jürgen. But, I mean, it has been too long. Someone needs to beat it, you know? So, I want to make it a shot and do it. Als je op basis van de prestaties van dit jaar kijkt, dan kijken we natuurlijk naar de Zweedse staal. Maar goed, elke werper die in de buurt van die 70 meter kan komen, is daartoe in staat. I'm not saying this because I'm his coach. I think it's going to be Daniel Stoll. And that is just my honest opinion. Yeah, it's gonna be great, but I need to do it first before I talk.